Precies hoe het zit, maar ik hoorde iets over een meneer en die heet Scrooge, Ebenezer Scrooge. Dan zijn er de krenten, als goed zou het stinken, is de laatste die lacht. Kijk naar die kerel, door de centen geboren, het is een verslaving in de kassetten op uw hoofd. Niet zo goed, het is juist voor het goede doel. Hey, hey, geef u aan over feestjes en molen en betere scholen in Lapland. Ga ik altijd, al ieder jaar om 5 uur naar huis, meneer Scrooge. Voor kerstmis, wat onzin, kerstfeest. En dan morgen zeker vrij ook. Ja, natuurlijk meneer Scrooge, dan is het nog kerstmis. Ja, ik denk het niet, hè. Iedereen is vrij met kerstmis. Tellen, 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 wat is mijn buit? Geef hier mijn cent. Tellen, 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 ik heb Duits. Alles is van mij, meneer, zijn mijn rente. En ik heb nog heel wat voor de boeg. Zo een als ik heeft nooit genoeg. Scrooge! Scrooge! Dat lijkt de stem van Jacob Marley wel? Nou, dat is ook de stem van Marley. Draai je maar eens op. Wat krijgen we nou? En ik mag wel zeggen dat wij een heel geslaagd jaar hebben gehad. Heel geslaagd. Mama! En ik wil eigenlijk... Ja, deze twee mannen. Bill Wilkins en Ebenezer Scrooge echt even in het zonnetje zetten. Want ik heb nog nooit zulke goede werknemers gehad. Stoere jonge kerels die echt het bedrijf goed geholpen hebben. Kijk eens hoeveel klanten we al hebben. Dus jongens, ik zou zeggen, we gaan feesten! Aardige, bijzondere man. Oké, een proost op meneer Scrooge.
Vinden. De grootste kalkoen, die hangt in Park Street. En kijk, dan krijg je van mij een shilling. Een shilling? En wat moet ik daar dan allemaal voor doen? Nou, die grote kalkoen die ga je dan kopen. En dan, wacht even, ik wil hier nog wat geld. Dit is voor het rijtuig, dan pak je een rijtuig. En